Zo kies je de juiste veiligheidsbril. Welkom bij Indy. Mijn naam is Erjan, productspecialist en vandaag ga ik in op veiligheidsbrillen en waar moet je rekening mee houden bij jouw keuze. Veiligheidsbrillen bestaan er in veel soorten en maten en vaak per merk nog weer verschillende uitvoeringen. Om je een goed vergelijk te geven heb ik hier een achttal brillen voor me liggen en die gaan we eens even bekijken. Nou goed, waar kunnen de belangrijkste verschillen in zitten? Dat kan te maken hebben met de mate van bescherming. Zit er een coating over je bril? Ergonomie, hoe past die, hoe zit die? Of is die eventueel te gebruiken met andere brillen, zoals een leesbril? Nou, laten we eerst beginnen met bescherming. Veiligheidsbrillen moeten voldoen aan een bepaalde wettelijke normering. Daarnaast is de eventuele impactbestendigheid is belangrijk. Dus komt er een klap op, slaat er iets tegenaan, wat doet die bril dan? Deze zaken staan altijd gespecificeerd naar een bepaalde code. En die code die moet weer op je veiligheidsbril staan. De betekenis van de code die op jouw bril staat, die staat weer in de brochure van de fabrikant. Dus wil je weten wat die precies doet, kijk dan even op de website van de fabrikant van jouw bril. Dan de coating. Veiligheidsbrillen die zijn vaak voorzien van een handige coating die je helpt om de functionaliteit en het comfort van je bril hoog te houden. Nou, je kunt bij een coating denken aan een anticondens, hoe snel beslaat een bril. Een anti-kras, dus op het moment dat er een keer dat je bril neerlegt, dat er niet te veel kras op zijn waar je zicht weer belemmert. Of bescherming tegen UV-straling. Dan binnen ergonomie kun je te maken hebben met een neusbrug. Zit er een zachte of een verwisselbare neusbrug op? Een zachte neusbrug die drukt wat minder op je neus, dus zal het comfort van zo'n bril hoger zijn. Nou, dan heb je nog de verstelbare pootjes. Zijn ze... In sommige gevallen zijn ze verstelbaar in lengte. In dit geval heb je een flexibele uitvoering. En in andere gevallen zijn de pootjes wat stugger en wat meer star. En het kan zijn dat je daar in verloop van de dag wat last van gaat krijgen aan de zijkant van je hoofd. Dan zijn er ook nog veiligheidsbrillen met een aansluiting voor op een helm. Dus moet je een helm op hebben voor je werk, dan zijn er dus ook veiligheidsbrillen waarmee je een aansluiting direct op je helm hebt, zodat je geen last van de pootjes aan de zijkant van je hoofd hebt. Nou, dan heb je eventueel nog een aantal uitvoeringen met ventilatieopeningen. Die zitten aan de zijkant en die zullen er ook weer voor zorgen dat er ventilatie is, oftewel dat je bril minder snel beslaat. Nou, dan hebben we het nog over het gewicht van de bril. Ik heb hem hier niet liggen, maar er zijn brillen die hebben een metalen frame met glazen, echte glazen erin zitten. Als je die de hele dag moet dragen, dan kan dat ook weer invloed hebben op het comfort van zo'n bril. Dan heb je ook nog brillen die volledig afgedicht zijn rondom. Die zijn weer verbeterd. Dan heb je weer een verbeterde bescherming tegen het insluipen van vuil rondom. Dus het kan stof, dat kan vloeistof zijn. Het kan zijn dat je al brildragend bent. En dan zijn er dus ook veiligheidsbrillen. Dat zijn overzetbrillen. Dat is in dit geval deze. Die heeft weer een iets andere, ruimere vorm, zodat je hem over je bril heen kan zetten. Dus dan kun je deze je bril gewoon ophouden en deze zet je er overheen ter bescherming terwijl je aan het werk bent. Dan zijn er dus ook nog veiligheidsbrillen beschikbaar met een leesgedeelte. Dus wanneer je normaal gesproken een leesbril nodig hebt, kun je gewoon één veiligheidsbril gebruiken waar dit in verwerkt zit. Kort samengevat, check op de website van de fabrikant van jouw bril of de bril die je hebt ook voldoet aan alle eisen die jij stelt. Wil je meer van dit soort video's? Vind je het een leuk onderwerp? Doe even een duimpje omhoog. Heb je een onderwerp voor me? Laat het alsjeblieft weten. En ik zie je graag in een volgende video weer terug.